Afgelopen maandag werden de oud NEC-veteranen in het zonnetje gezet. Een aantal ondernemers organiseerde een middag en avond vol met verrassingen. S'mintigs om drie uur werden de leden, waarvan sommigen al meer dan 50 jaar lid zijn, ontvangen op grote hoogte. Op de 17e verdieping van 52 degrees werden handen geschud en werden verhalen uitgewisseld. Na een welkomstwoord van de gastheren en een drankje ging het een dik uur later voor een overheerlijk diner naar de volgende locatie. Als afsluiting werd de hele club weer verplaatst, dit keer naar het Goffertstadion om daar te gaan kijken naar de wedstrijd NEC tegen FC Os. En omdat er ook nog eens gewonnen werd, was er natuurlijk ook na afloop nog een heerlijke borrel.